Hi Steenbok, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 42. En dat is van maandag 17 oktober tot en met zondag 23 oktober. Dan de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het Steenbok alsof deze week een week is waarin je niet helemaal uit je communicatie komt. Ik heb het idee dat je op zich heel erg goed weet wat je wil. Je lijkt ook heel erg tevreden te zijn. Je bent alleen niet zo goed om het naar buiten te brengen. Ik heb het idee dat je er vooral van wilt genieten. Het is ook echt een stuk dat je gewoon heel blij bent waar je staat. Je hebt de dankbaarheid, je bent blij, je bent tevreden. Alleen een stukje communicatie naar buiten, daar lijkt je deze week ook gewoon helemaal geen behoefte aan te hebben. Misschien is het ook het stukje dat het juist gaat over dat je niet altijd iets hoeft te zeggen. Of dat het juist een stuk mag zijn dat je gewoon tevreden mag zijn en dat je het gewoon voor jezelf mag houden. Geniet er maar van, want dat lijkt deze week echt een stuk te zijn waar heel veel vrede, heel veel liefde, heel veel warmte uitspreekt. En ook zeker een stuk groei. Het lijkt alleen alsof je niet per se de behoefte hebt om dit met andere mensen misschien wel van buitenaf te gaan delen. Dit was weer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan hebt gevonden. En ik wens je sowieso een super fijne week.